Een gewapende roofoverval gisteravond bij het Suribed-kantoor op de hoek van de Quatta en Munderweg heeft aan één rover het leven gekost. Het gaat om een oud-bekende van de politie, de 28-jarige Rocher de Link. De zwaar gewapende rovers zagen na hun daad kans om weg te komen met de buit. Op hun vluchtroute veroorzaakten zij zeker twee aanrijdingen en reden tenslotte ter hoogte van de Mariestraat aan tegen een schutting. Het voorlopige onderzoek heeft uitgewezen dat vermoedelijk vijf of meerdere manspersonen, gemaskerd en gewapend, het gokkantoor hadden aangedaan. Ze maakten bel- en kraskaarten, als ook een tas met vreemde valuta buit. De rovers stapten daarna in het gereedstaande voertuig en ze werden echter meteen achtervolgd door een medewerker van een speciale eenheid die op het voertuig schoot om hen tot stoppen te dwingen. Uiteindelijk kwam het voertuig tegen een schutting tot stilstand. De bestuurder Rocher de Link is levenloos en met verwondingen in het voertuig aangetroffen door de politie. In het voertuig zijn enkele wapens en een deel van de buit aangetroffen. In de directe omgeving is ook een kogelwerende vest zonder opschrift aangetroffen. In een van de voertuigen die door de rovers was aangereden, zaten er vier bejaarden. Het vermoeden bestaat dat het voertuig van de rovers van diefstal afkomstig is. Het is vooralsnog niet bekend of de andere verdachten zijn geraakt. Het lijk van Rocher is na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie voor abductie in beslag genomen. De zaak is overgedragen aan de afdeling Capitale Delicten.